Ik ben geboren op 6 november 1998. En als jij dan ook je verjaardag viert, dan zijn wij nu even oud. Dat is logisch. Maar dat wil niet per se zeggen dat ons lichaam ook even oud is. Want er zit iets heel kleins in ons lichaam dat ons sneller of trager doet verouderen. En dat dingetje, dat ziet er ongeveer zo uit. Het kapje van je schoenveter. Dit is Dries Martens, moleculair epidemioloog aan de U Hasselt. Wij zijn de Universiteit van Vlaanderen en willen van Dries weten wat deze schoenveter in hemelsnaam te maken heeft met het menselijk lichaam en waarom sommige mensen sneller verouderen dan anderen. Naarmate dat de tijd verstrijkt, gaan we verouderen. Maar we zien dus effectief dat er mensen met dezelfde leeftijd er ouder uitzien dan andere mensen. Als we dan naar de biologie gaan kijken van die mensen, dan is dat effectief ook zo. Wat zijn nu factoren die ervoor kan zorgen dat iemand biologisch ouder is dan de andere? Dat heeft vaak te maken met bijvoorbeeld de levensomstandigheden of de leefwijze, levensstijl. Mensen met een gezondere leefstijl hebben vaak een biologische jongere leeftijd dan mensen met een ongezondere levensstijl. Maar er zit ook iets in je genen dat je veroudering mee bepaalt. En nu komen we terug bij die schoenveter van daarnet, meer bepaald bij die plastieke dingetjes aan het uiteinde. De hele veter die moet je zien als je DNA en die plastiekjes die noemt Dries telomeren. En die zijn belangrijk. Telomeren zijn de uiteindes van onze chromosomen. In elke cel zit genetisch materiaal vervat in deze chromosomen. En als we een chromosoom vergelijken met een schoenveter, ziet dat er ongeveer hetzelfde uit. Maar op het einde van de schoenveter zit het kapje, wat dus eigenlijk de schoenveter gaat beschermen tegen het ontrafelen. Dat gebeurt ook bij onze chromosomen. Dus op het einde van de chromosomen zitten telomeren. En naarmate dat we verouderen of dat er bijvoorbeeld cellen gaan delen, dan gaan die telomeren korter worden. Als we naar de telomeren gaan kijken van iemand die biologisch jong is, zoals bijvoorbeeld bij de geboorte, dan zien we dat die eigenlijk lange telomeren hebben, zoals dit intact kapje op de schoenveter. Als we gaan kijken naar mensen die biologisch ietsje ouder zijn, dan gaan we zien dat die telomeren al ietsje korter zijn, waardoor dat eigenlijk de chromosomen al iets minder beschermd zijn. En als we dan nog gaan verder gaan kijken naar nog biologisch oudere mensen, dan zien we dat de telomeren zelfs volledig weg kunnen zijn, waardoor dat eigenlijk het proces stopt. Dus, we beginnen als baby met heel lange telomeren, maar elke keer als onze cellen delen of vernieuwen, worden ze een stukje korter. Is dat erg? Nee, want daar zit geen genetische informatie in. Maar na een tijd geraken de telomeren zo kort dat onze chromosomen beschadigd kunnen geraken. En dan stoppen de cellen met delen en is het einde van dit proces. Telomeren verkorten dus sowieso naarmate je ouder wordt. En hoe gezonder je leeft, hoe trager dat gaat. Maar wil dat dan ook zeggen dat als ik nu wat DNA aan jou geef, dat je me dan kan zeggen hoe oud ik word? Ik kan jouw telomerenlengte bepalen, maar ik kan dan niet zeggen op basis van die telomerenlengte hoe lang je nog gaat leven. Telomeren zijn superklein, je kan ze niet met het blote oog zien, maar we kunnen dat wel door cellen te verzamelen en daar kunnen we de telomerenlengte in bepalen. Oké, Dries kan dus niet één op één zeggen hoe lang ik nog zal leven door mijn telomeren te meten, maar toch heeft hij iets met dat meten, want hij is op grote schaal DNA uit placentas aan het verzamelen om de telomeren van pasgeboren babytjes te meten. Hier gaan we dus uit deze cellen die in de placenta zitten, gaan we DNA extraheren. Op die DNA-stalen kunnen we dan met PCR-reactie de telomeerlengte gaan bepalen. En dan zie je eigenlijk gewoon na extractie een appje, dat lijkt een beetje op water, maar dat is een extractie met DNA in. Tijdens een PCR-reactie voegen we een bepaald reactiemengsel toe. En er zitten kleine stukjes DNA of primers, soort stickertjes die specifiek gaan binden op de telomeren. Dus het uiteinde van die chromosomen die gaan alleen daarop plakken. En dat stukje gaat dan eigenlijk vermenigvuldigd worden. Hoe meer telomeren je hebt, hoe meer van die kleine stukjes DNA of stickertjes kunnen plakken op de telomeren, hoe een sterker signaal we gaan krijgen van de PCR-reactie. Nu hebben we ons DNA-staal samen met het reactiemengsel gevoegd in deze reactieplaat. En die gaan we nu in het PCR-toestel steken, zodat we de telomeren kunnen gaan detecteren. Zo heeft Dries de voorbije jaren de telomeren van duizenden babytjes gemeten. En het leven is niet eerlijk. Niet iedereen begint aan een gelijke start. Dus we zien dat dit de korte telomeren zijn en daar de lange telomeren. En we zien dus dat er eigenlijk een grote variatie of een groot verschil is in telomerenlengte, zowel bij de placenta als in het navelstrengbloed.
Wat dus wil zeggen dat er pasgeborenen geboren worden met korte en lange telomeren. Je telomeerlengte wordt dus niet alleen maar bepaald door je levensstijl. Je wordt ook al geboren met kortere of langere telomeren. En dat heeft niet alleen te maken met genetica, dus met het overerven van je ouders. De omgeving tijdens de zwangerschap speelt ook een heel belangrijke rol. We hebben kunnen aantonen dat bijvoorbeeld moeders met een overgewicht tijdens de zwangerschap kindjes hebben met kortere telomeren bij de geboorte. Daarnaast hebben we ook gezien dat luchtverontreiniging tijdens de zwangerschap of een blootstelling aan luchtverontreiniging tijdens de zwangerschap bepalend is voor de telomeerlengte bij de geboorte. Je wordt dus liever geboren met lange telomeren, maar geen paniek, korte telomeren wil echt niet per se zeggen dat je jonger zal sterven. We mogen zeker niet dramatiseren en dat is zeker te kort door de bocht. We weten dat eigenlijk nog niet en we zijn dat ook verder aan het onderzoeken wat het belang is van die telomerenlengte voor gezondheid later in het leven. De kinderen waarvan we de telomeren hebben gemeten bij de geboorte worden opgevolgd doorheen hun kindertijd. En zo komen ze ook terug op een vervolgonderzoek als ze 4 tot 6 jaar zijn. Wat we wel al weten uit ons onderzoek is dat de kindjes geboren met korte telomeren ook in hun kindertijd al effectief korte telomeren hebben. Dat is eigenlijk een belangrijke bevinding, want dat wil eigenlijk zeggen dat die telomeerlengte bij de geboorte waarschijnlijk heel bepalend gaat zijn voor de telomeerlengte voor de rest van het leven. Daarnaast hebben we ook al gezien dat de telomeerlengte bij de geboorte deels voorspellend is voor de gezondheid bij de kinderen. We hebben gezien dat kinderen geboren met korte telomeren gemiddeld gezien een iets hogere bloeddruk hebben tijdens hun kindertijd. Dit zijn geen gevaarlijke hoge bloeddrukken, ze zijn ook geen ongezonde kinderen, maar we zien dus dat er wel al biologische verschillen zitten tussen de biologische leeftijd en een algemene gezondheidsparameter. Ik begin me plots wel een beetje zorgen te maken over mijn eigen telomeren. Ik woon in een grote stad, ik heb af en toe een beetje stress op mijn werk en ik durf al eens langs de frituur te passeren. Is er een manier om mijn ingekorte telomeren weer langer te maken en het verouderingsproces dus een beetje terug te draaien? Er wordt effectief onderzoek gedaan om te zien of je de telomeren terug kunt verlengen. Maar of die mensen dan ook biologisch jonger gaan zijn, dat is niet geweten. Maar daar zijn wij op zich ook niet in geïnteresseerd. Wij zijn geïnteresseerd in het belang van die biologische veroudering bij geboorte, dus die korte telomeren bij de geboorte, en wat dat betekent voor gezondheid later in het leven. Zo zouden we dus mensen die eigenlijk biologisch een ongezonder verouderingsproces hebben, vroegtijdig kunnen helpen om gezond ouder te worden. Amai, wat ik vanaf nu ga doen is vooral heel goed voor mijn telomeren zorgen. En als je net als ik 100 jaar wil worden, dan is deze video zeker een aanrader. En je weet het, wil je nooit nog een podcast of een video missen? Zeker abonneren. Tot de volgende!